En zeker. Zo is er bijvoorbeeld ook de seniorenzorg. We gaan eerlijk zijn, de zorg voor onze ouderen laat soms wat te wensen over, toch wat we tegenwoordig in de media allemaal horen en zien. Dit ligt waarschijnlijk ook aan een tekort aan werkkrachten. Maar als we eerlijk zijn, hoe kan het gebeuren dat sommige ouderen letterlijk in de kou blijven staan, want ze kunnen door hun klein pensioen niet meer rondkomen? Ja. We leven met meer, langer. Dat is goed nieuws. Maar dat betekent ook dat we ons anders gaan moeten organiseren om iedereen op een waardige manier ouder te laten worden. Mm-hmm. Want ooit gaan we allemaal zorg nodig hebben. En we hebben er dan ook allemaal belang bij dat die zorg die we als overheid aan onze senioren hebben, dat die van hoog niveau is en dat ook iedereen daarvan kan genieten. Ongeacht woonplaats, ongeacht financiële situatie. En dat is zorgzekerheid. Een ander punt waar we als SPA zeer sterk op inzetten. Als we weten dat Vlaanderen in 2035 meer dan 450.000 60-plussers extra zal tellen, moeten we ons zorgmodel daar nu al naar modelleren. Daarom willen we met SPA investeren in voldoende personeel. Met de aanwerving van 3.150 nieuwe personeelsleden in de ouderenzorg willen we de achterstand daarin wegwerken en de werkdruk laten dalen. En ervoor zorgen dat elke rusthuisbewoner ook de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Mm-hmm. Daarnaast willen we het ook zorg betaalbaar houden door een maximumfactuur in te voeren in de ouderenzorg, waarbij dat de kosten nooit hoger mogen zijn dan het inkomen. Dus met je pensioen moet je kunnen rondkomen om je rusthuisfactuur te betalen. We willen ook in elke gemeente een ketting van voorzieningen voorzien, van dienstencentrum tot over preventief aanbod tot woonzorgcentra. We trekken met SPA dus resoluut de kaart van zorgzekerheid. We willen dat zorgzekerheid een recht is waar dat iedereen recht op kan hebben en dat die ook betaalbaar is. Want als je met een gebroken been naar het ziekenhuis gaat, wordt er een gips rondgedaan. Je kan je toch niet voorstellen dat het ziekenhuis gaat zeggen: oei, de gips is op, sorry, komt over twee maanden terug. Ja. Nochtans is dat wel het geval voor personen die wachten op zorg met een handicap of personen op vlak van geestelijke gezondheidszorg, die hebben wel wachtlijsten, die moeten wel wachten op de gepaste zorg. Inderdaad, dat is waar. Dus daar willen we werk van maken. We willen dat dus doen door de wachtlijsten in de zorg af te schaffen, ook meer verpleegkundigen en zorgkundigen in ziekenhuizen aan te werven, een bezoek aan de huisarts gratis maken, hogere terugbetaling van psychotherapie, tandzorg, brillen, lenzen, hoorapparaten, zodat dat allemaal betaalbaar is. Dat kan toch niet dat je daarvoor niet rondkomt om dat te gaan betalen. Ook de ereloonsupplementen voor artsen zouden moeten afgeschaft worden, meer betaalbare geneesmiddelen. En dus ja, die factuur van het rusthuis die nooit hoger mag zijn dan het pensioen. En een pensioen waarvoor dat wij strijden, een minimumpensioen van €1.500 na 42 jaar te werken. En hoe gaat u daar eigenlijk, waar haalt u dat geld daar dan voor vandaan? Want nu is het allemaal niet mogelijk. En het zijn allemaal heel mooie standpunten. Maar waar komt dat geld dan vandaan? Waar denkt u, waar kunnen wij op besparen? Waar kan dat geld dan vandaan komen? Want dat gaat hem niet over duizenden euro's. Dat gaat hem over miljoenen. Hè? Miljoenen, miljarden, inderdaad, dat klopt. Politiek, dat gaat over keuzes maken. En als ik zie dat er 15 miljard wel beschikbaar was om gevechtsvliegtuigen aan te kopen die eigenlijk nu nog niet nodig zijn, dan vraag ik mij af, hoe kan het dat er nog steeds wachtlijsten zijn in de zorg? Als je ziet dat er 30 miljard verloren gaat aan grote multinationals, grote bedrijven en fraudeurs die geen eerlijke belastingen betalen, dan vraag ik me af waarom er nog steeds wachtlijsten zijn en waarom er geen hogere pensioenen zijn. Gaat u dan akkoord met de stelling die PvdA, dus een volledige handel, daar hebben wij niks mee te zien met de PvdA, maar gaat u dan akkoord met de stelling die de PvdA stelt om 1% bij de superrijken te gaan halen? Dus in feite wil de PvdA een beetje de Robin Hood spelen in de politiek, stelen van de rijken en uitdelen aan de armen. Volgens hun zal daarmee toch al een groot probleem opgelost zijn. Gaat u daarmee akkoord? Wij willen dat belastingen progressief moeten betaald worden. Dat wil dus zeggen, wie meer inkomen heeft, moet meer betalen aan belastingen. Maar vandaag zien we dat er geen belastingen zijn op inkomsten uit vermogen. En daar willen wij ook op inzetten, dat daar ook belastingen uitkomen. Dus in feite een soort vermogenskadaster. Dat gaat nodig zijn om dat te kunnen realiseren, ja. Ja, dat gaat ook al een heel mooie uitdaging zijn op zich, hè? Ja, maar wordt er dan bijvoorbeeld niet gevreesd dat wanneer grote multinationals moeten meer belastingen betalen, zit er de schrik niet in dat zij gaan wegtrekken uit België?
uit België, uit Europa. Ik denk dat daar Europa ook een heel belangrijke rol gaat in hebben om dat over gans Europa te gaan realiseren. Hè. Ik denk dat het zijn ook Europese verkiezingen, dus ik denk dat we daar ook moeten gaan aantonen dat we nood hebben aan meer Europa en niet minder. Mm-hmm. Oké, ça va. Dit gezegd zijnde gaan wij nog eens over naar een stukje muziek. En jij hebt trouwens teruggekozen. En je was ook heel enthousiast, want ik denk dat Beyoncé misschien een van jouw voorbeelden is. Toch wel? Ik ben er een grote fan van, ja. Ik dans er graag op. Ja. Ben jij dus live gaan kijken? Ja. Echt? Hier. En? Ja, super. Super? Oké. Wel, jij hebt gekozen voor Run the World. En ik kan u daar echt wel in beamen, want in dat lied gaat het over vrouwen, over meiden die de wereld regeren. En ik kijk nu eens naar mijn voorzitter. Zou dat geen mooie wereld zijn dan? Vrouwen die de wereld regeren? We kunnen proberen. Voilà, ze. Dus hier is Beyoncé. This mother, girl, who run the world?